De Agenzee is het grootste meer van Tirol en ligt tussen twee indrukwekkende gebergtes, Karwendel en Rovan. En met zo'n 500 kilometer aan wandelpaden vermaakt iedere wandelaar zich hier. De wandeling die we in deze video toelichten start in Maurach. Hier neem je de Rovan gondellift omhoog naar 1800 meter waar de 2 kilometer lange wandeling begint. Omdat je tijdens de wandeling weinig hoeft te klimmen en te dalen, is deze tocht ook zeer geschikt voor families met kinderen en beginnende wandelaars. Wil je onderweg even pauze houden aan een meertje, neem dan de afslag naar het Spijkertuig. Het eerste stuk van de wandeling gaat door het bos. Hier lopen veel koeien rond, dus pas op! En vind je de wandeling te makkelijk, dan is het ook een perfecte plek om te gaan oefenen met trailrunnen. Ben je eenmaal uit het bos, dan heb je continu een prachtig uitzicht over de Agenzee. Na ongeveer een uurtje lopen bereik je de Dalfatsalm, een knusse hut met een prachtig uitzicht. En onze tip, bestel hier een portie keizersmarren, want die zijn hier echt geweldig. Na een pauze bij de Alm kun je terug via dezelfde weg naar het bergstation van de gondellift of je wandelt in anderhalf uur via een steile weg naar het dal.